Dat buitenaards leven bestaat, daar zijn wetenschappers zo goed als zeker van. Want dat wij, mensen, de enige vorm van leven in dit hele universum zouden zijn, dat is eigenlijk ondenkbaar. Maar ik heb tot nu toe nog geen enkel teken van leven gekregen vanuit dat universum. Dus ik vraag me af, waar verstoppen die marsmannetjes zich nu? Het zullen geen marsmannetjes zijn, maar iets minder spectaculair. Dus we denken aan bacteriën, eencelligen of misschien iets totaal anders. Dit is Ronnie Willaert, bio-ingenieur aan de VUB. Hij is dus geen astronoom of zo en gaat al helemaal niet zelf de ruimte in. Maar hij werkt wel mee aan een techniek die de ESA kan gebruiken om op zoek te gaan naar leven op Jupiter of op Mars of op een plek ver buiten ons eigen zonnestelsel. Waar zoeken wetenschappers naar buitenaards leven? Dus de eerste missie van een sonde die Mars gepasseerd had en foto's genomen, dacht men, ja, er zijn mannetjes op Mars die zouden tevoorschijn komen. Dus dat is niet het geval. Wij denken dat het leven zal bestaan uit een eenvoudige vorm. En die vorm zal overeenkomen met wat wij nu kennen als bacteriën, dus microscopisch leven, eencellig. Wetenschappers zijn dus op zoek naar microscopisch klein leven. En de kans op succes is het grootst in de ijslagen van planeten of manen. Want daarin zitten slapende celletjes. Echt levend zijn ze niet, want het is veel te koud om in dat ijs te leven. Maar wetenschappers kunnen die slapende celletjes wel weer wakker maken. Dus cellen kunnen ook op aarde, sommige cellen zijn aanwezig in een inactieve vorm, zoals bijvoorbeeld sporen. Bacteriën kunnen sporen vormen. Of een ander eenvoudig voorbeeld is zaden van planten. Die zijn ook levend, maar inactief in een slapende toestand. En dus als men die in de juiste condities brengt, dan gaan die terug tot leven komen. Dus het metabolisme wordt geactiveerd en die gaan terug groeien. Onder die ijslaag ligt er trouwens een oceaan, nog dubbel zo groot als de oceaan hier op aarde. En de kans is groot dat er daar wel levende organismen liggen te dobberen. Maar waarom sturen we daar dan geen duikbootrobotje in? Beter zou zijn direct in die oceaan te gaan zoeken. Maar de dikte van die ijslaag kan 10, 20, 30 kilometer dik zijn. Waar ergens in het heelal vinden we die ijslaag nu? Jupiter heeft drie grote ijsmanen, Ganymedes, Callisto en Europa, ook wel de Icy Moons genoemd. En op die laatste maan, Europa, daar focust Ronnie zich op, want hij denkt dat de kans op het vinden van buitenaards leven daar wel eens heel groot zou kunnen zijn. Verder dan ons eigen zonnestelsel zou er natuurlijk ook buitenaards leven kunnen zijn, maar zover geraken we nog niet. De bedoeling is om tenminste 10 centimeter diep een staal te nemen, zoals je bijvoorbeeld hier zie je daar mogelijke bacteriën die aanwezig zou zijn in het ijs. Dus we moeten eerst een gat boren om daaraan te geraken. Natuurlijk, een bacterie is veel kleiner dan het oranje dingetje. Wat is dat? Ja, oké. Ons plastic popke van de Delijs is wat groot uitgevallen, maar bon, jullie snappen het wel. Om buitenaards leven te vinden, moet ik dus met mijn ruimteschipje op een van die manen landen, een stukje ijs uitboren, terug meebrengen naar de aarde en dan hier die slapende cellen van non-actief naar actief zetten? Momenteel zou het veel te lang duren om daar te geraken. Dus dat gaat zelfs langer zijn dan iemand leeft. Dus dat zullen verschillende generaties moeten zijn die dan reizen in de ruimte. De bedoeling is dan wel dat men ter plaatse dat staal gaat analyseren. Dus niet dat die stalen terugkomen naar de aarde. De condities op die planeten is zeer extreem. Dus dat kan tot min 160 graden Celsius zijn bijvoorbeeld. Of sommige planeten zijn zeer warm. En daarom kan ik dus niet zelf met mijn ruimteschipje de ruimte in om die stalen te gaan halen. Maar doet een robotje het werk dat dan ter plaatse die analyses doet. Tot nu toe is er nog geen enkel robotje geland op een van die ijsmanen rond Jupiter. Maar er zijn wel al wat ruimtesondes op verkenning gegaan, zonder te landen dan. Vorig jaar is een missie gelanceerd met de naam JUICE door de Europese Ruimtevaartorganisatie met als doel om Ganymede te bestuderen in detail.
En dit jaar, in oktober, gaat NASA Clipper lanceren. En Clipper heeft als doel om Jupiter, maar ook Europa, in detail te bestuderen. Deze missies zullen zeer interessante informatie opleveren voor ons, zodanig dat wij daarna ons toestel zouden kunnen meesturen met de volgende missie, waarbij dat een robot op Europa zal landen en hopelijk leven detecteren. Oké, nog even wachten op resultaat. Maar over dat robotje zijn we nog lang niet uitgepraat. Want het robotje van Ronnie en zijn team gebruikt een heel andere methode om buitenaards leven op te sporen dan de robotjes die tot nu toe gebouwd werden. En die methode komt van een totaal ander onderzoek, van hemzelf ook. Namelijk hoe je snel kan zien of een antibioticum werkt bij iemand die ziek is of niet. En het principe van die methode is dat, dat elke cel beweegt, maar op nanoschaal. Dus die maken een trillende beweging. En zo kan een dokter dus heel snel zien of het antibioticum dat hij of zij aan de patiënt gegeven heeft, werkt. Want je hoeft maar gewoon even wat bloed af te nemen en dat onder de microscoop te leggen. En dan kijken of de bacteriën nog heel hard aan het trillen zijn en dus heel levend zijn, of net niet. En dan werkt je antibioticum uiteraard goed. Levende cellen die hebben een metabolisme. Dus er zijn interne metabolische processen en andere bioprocessen die plaatsgrijpen, zoals productie van eiwitten. En die veroorzaken bewegingen van de totale cel. Dus als je gaat kijken naar cellen onder de microscoop, dan zal je zien dat die trillen. Maar als die cellen dood zijn, dus als we die afdoden met een antibioticum, dan gaat die trilbeweging stoppen. En dus wij noemen die methode nanomotion in het Engels, maar in het Nederlands nanobeweging, omdat dus de afstand dat die afleggen, als die aan het trillen zijn, zijn een aantal nanometer. Dus 10, 20, 100 nanometer. Het geweldige aan deze methode is dat die nanomotion geldt voor alle levende partikels. Alles wat een metabolisme heeft en energie verbruikt, zal die nanomotion-beweging maken. Dus ook de partikels die opgebouwd zijn uit andere elementen dan wetenschappers zouden verwachten. Zij verwachten namelijk dat leven bestaat uit het cruciale element koolstof. En ook uit DNA, RNA, eiwitten, lipiden enzovoort. En naar die elementen scannen dus ook de robotjes die tot nu toe gemaakt zijn. Maar dat zijn de elementen die voorkomen in levende organismen zoals wij ze kennen, hier op aarde. Het zou best kunnen dat er ook levensvormen bestaan die geen koolstof bevatten, maar uit heel andere stoffen zijn opgebouwd. En net daarom is deze methode zo revolutionair. Het zal eender welke vorm van leven kunnen detecteren. Alleen maar omdat het trilt. Het is een zeer eenvoudige techniek, omdat men enkel gebruik maakt van een objectief, dus een microscoop, zodanig dat we die cellen kunnen vergroten, en een camera om de beweging vast te leggen in een klein filmpje. In principe kunnen Ronnie en jij en ik door een eenvoudige microscoop die nanomotion zien. Eentje zoals die van in de biologie les. Maar kleiner en compacter zou natuurlijk handiger zijn om het de ruimte in te kunnen sturen. Daarom werken ze hier aan een 3D-geprinte microscoop. Dus men kan een zeer gespecialiseerde microscoop gebruiken, maar we kunnen ook gebruik maken van een eenvoudige microscoop. Zelfs met een mobiele telefoon waarop men een objectief plaatst, zou men kunnen nanomotion detecteren. Maar hoe gaaf zou het zijn als we dankzij Ronnie buitenaards leven vinden? Ik dan alvast mee. En als je nog meer coole proffen wil horen, scroll nog wat verder door ons YouTube-kanaal. Bye, tot de volgende! Een van de belangrijkste vragen in de wetenschap is er leven buiten de aarde? Dus als we kunnen aantonen dat er leven is, dan zijn wij content.